Vandaag in Achter Gesloten Deuren heeft Olivier het ongeluk van de buurman op zijn geweten. Ik weet wel wat er is gebeurd, ja. Tijdens het jagen heb ik hem aangeschoten. Zijn vrouw Marlies deelt ook een geheim met de buurman. Sinds een aantal maanden heb ik een verhouding met René. Marlies vermoedt dat Olivier van haar affaire af weet. Het klopt gewoon niet. Ik ben gewoon echt bang voor dat hij nog weer verder gaat in zijn acties. Het voelt niet goed. Er gaat wat gebeuren. Als Olivier achter de relatie komt, escaleert de situatie. Ah, klootzak. René, kom hier! René! Het gaat niet goed, jongens. Kom hier! Wat normaal? Jij moet normaal doen! Jij moet... Weg! Weg! Olivier en Marlies van Balen wonen samen met hun zoontje Wouter in het lommerrijke Overveen. 4 jaar geleden is hun zoon Wouter geboren. De kroon op het huwelijksgeluk. Ik ben de gelukkigste man van de wereld. 13 jaar geleden ben ik getrouwd met de liefde van mijn leven, Marlies. We hebben hier een prachtig huis. Ontzettend genieten hier. We zijn hier komen wonen in Overveen een paar jaar geleden. En... eigenlijk om een heel groot gezin hier te krijgen met de bossen in de buurt en de zee. Kijk eens wie daar aankomt. Kijk eens wie daar aankomt. Spuit maar. Spuit maar dat. Spuit maar dat. Ja. Diederik, mijn broer. Ja, Diederik, die is een beetje anders dan ik ben. En het grappige is dat hij altijd aan het einde van de maand, als zijn geld op is, dat hij dan altijd langskomt en dan precies rond etenstijd. 7 maanden geleden verloor Olivier zijn baan. Maar hij en Marlies houden de moed erin. Olivier is door deze situatie echter wel dieper in de problemen geraakt dan Marlies weet. Kijk, dat ziet er goed uit. Heerlijk. Ja. Het is wel lekker om met je gezin te kunnen lunchen 's middags, maar ik word er niet blij van. Het voelt wel een beetje als een vakantie, maar dat is het eigenlijk niet. Het allerliefste wil ik gewoon aan het werk, wil ik voor mijn gezin kunnen zorgen. Genoeg geld verdienen, dat gaat niet nu. Ik probeer het gewoon zonnig in te zien. En ik ben eigenlijk altijd wel van het glas is half vol. We moeten wel een beetje inleven op onze standaard. Maar ja, dan maar even langer in die oude auto en iets minder uit eten. Nou ja, we hebben het nog steeds beter dan gemiddeld, denk ik zo. Sinds een week kookt Marlies een portie extra. Bordje leeg. De buurman kan op dit moment niet voor zichzelf zorgen. En Marlies helpt graag. Oké, zou jij dan zo meteen Wouter even naar bed willen brengen? Ja, natuurlijk. Oké. Hey, liever lekker slapen? Dan is het straks weer. Doei. Tot zo meteen. Doei. Ik ga hem even eten brengen. En ik help hem nu even regelmatig. Want hij heeft een paar weken geleden heeft hij een ongeluk gehad. En hij is aangeschoten met een schot hagel in zijn been. Ja, ik weet wel wat er is gebeurd, ja. Ja. Ja, hij is aangeschoten, neergeschoten. Door mij. Dat heb ik gedaan. Tijdens het jagen heb ik hem aangeschoten. Olivier kan moeilijk leven met zijn geheim. De afgelopen weken vallen hem zwaar. En hij heeft besloten open kaart te spelen. Kan jij je dat jachtgeweer herinneren van opa? Dat bij hem thuis altijd boven de schouw hing? Ja. Ja? Dat oude, mooie jachtgeweer? Ja. Dat heb ik gevonden. In de kelder. Hier in de kelder? Ja, bij papa's spullen. Ik heb het schoongemaakt, er zaten patronen bij. Ik ben het bos ingegaan. Ik heb geschoten. Kun jij schieten dan? Nee. Nee, niet de eerste keer. De eerste keer ging het alle kanten op. Maar ik ben vaker het bos in geweest. En ik ben gaan jagen. Beesten, hazen, fazanten. Heb je vergunning? Nee. Nee, die heb ik niet. Ik ga heel vroeg. Nou ja, dat kan best links zijn. Ja, dat is het, ja. Ja, dat is zeker, Link. Ik heb iemand aangeschoten. Neergeschoten? Ja. Per ongeluk. Ik lag in het bos, klaar. Het was echt vroeg, echt half zes of zo. Ik lig klaar, ik heb een haas in het vizier. Ik haal de trekker over en op dat moment rent er een hardloper voor mij.
En die raak ik. En ik schrok me rot. Ik ben opgestaan. Ik heb niet eens gekeken hoe het was. Ik ben weggerend, gewoon weg. Maar terwijl ik wegren, zie ik dat het de buurman is, René. Die ik heb aangeschoten. En Marlies, die verzorgt nu de buurman? Ja. En wat vindt zij ervan? Dat weet ik niet, want ik heb het haar nog niet verteld. En zij weten allebei niet dat jij het gedaan hebt? Nee, dat weten ze niet, nee. Nee. Er is toch niks blijvends? Hij houdt er toch niks aan over? Nou, dat weet ik niet. Heb je al in de spiegel gekeken? Hoezo? Ja, gewoon even jezelf afvragen waar je mee bezig bent. Ja. Het geheim dat Olivier met zich meedraagt valt hem zwaar. Hij houdt niet van geheimen. Zijn vrouw weet niet eens dat hij een geweer heeft. Laat staan dat hij jaagt. Daarom houdt hij het wapen verborgen in de kelder. Het jagen doet hem goed. Jagen geeft me het gevoel dat ik de controle weer een beetje terug heb. Controle die ik best wel kwijt ben sinds ik werkeloos ben. En als ik dan door de natuur ga en bijna één ben met de natuur... en op het moment dat ik aanleg en iemand een dier in het vizier heb... Dat gevoel, die spanning, die controle en de macht. Ik word er rustig van. Ja. Maar sinds het ongeluk is die rust nogal weg. Ja. Ja, ik wil het aan Marlies vertellen. Ik moet het aan Marlies vertellen. Maar ik ben wel bang wat er gebeurt als ik het er vertel. Marlies, die verwacht dit niet. Die verwacht niet dat ik dit soort dingen doe. Dus die gaat kapot. Die zal hier ontzettend verschrikken. Maar als ik het niet vertel, dan blijf ik ermee rondlopen. Dus uiteindelijk wil ik dit gewoon vertellen. Want ik ben niet iemand die met geheimen kan blijven rondlopen. En hij wil daar niet langer mee wachten. Als Marlies terugkomt van de buurman, is het moment daar. Hey, schat. Hey. Je bent lang weg geweest. Oh ja? Valt er wel mee. Hoe was het? Hoe was het met hem? Ja, het gaat eigenlijk niet zo goed. Nee? Nee, hij heeft heel veel pijn nog. En nu is er een infectie bijgekomen. Oh nee. Ja, dus dat... Nee, dit was niet fijn. Wat naar. Ik krijg nog de groeten trouwens. Dank je. Alsje. Vond hij het eten lekker? Ja. Ik heb het even opgewarmd voor hem. Ja. Ha. Maar als je alleen maar gegeten hebt, waarom ben je zo lang weg geweest? Nou, dat valt toch wel mee? Nee, echt wel een paar uur volgens mij. Oh, want ik heb gewoon even een eten gegeven. En ja, weet je, hij ligt natuurlijk de hele dag op zijn buik op die bank. Mm-hmm. Dus nou ja, toen was ik in de keuken, dacht ik, nou, het is hier een zootje. Dus ik ruim hem even op. Is de keuken opgeruimd? Ja. Maar dat hoef je toch helemaal niet te doen, lieverd? Nee, dat weet ik ook wel, dat ik het niet hoef te doen, maar... Nou, hij verdient genoeg geld om een werkster in te huren. Nee, maar Olivier, daar gaat het toch helemaal niet om? Nee, ja, ik snap ook wel dat je dat graag doet. Dat is waar. Ja. Nou ja, wil je wat drinken? Een wijntje? Nee. Hoezo? Zit jij alweer in de wijn? Het is prima tijd voor wijn, vind ik. Lieverd. Ik heb het gevoel dat er wel dingen veranderd zijn in ons huwelijk sinds ik niet meer werk. Ik weet niet precies wat, maar ik denk dat Marlies zich ook zorgen maakt over hoe dit verder moet. Het is natuurlijk ook niet fijn om mij de hele dag hier thuis te hebben hangen, doelloos. En daarnaast merk ik ook dat ik heel erg graag voor mijn gezin wil zorgen. Ben je er één of niet? Nee. En ik vind het eigenlijk ook wel een beetje vervelend dat jij alweer aan de wijn zit. Nee, kom op, zeg. Ik kan best voor mezelf zorgen. Ja, dat weet ik wel. Maar... Ik heb geen afspraken, geen plannen, dus... Het valt me gewoon op dat je de laatste tijd gewoon heel snel aan de alcohol zit. Op de gedurende dag ook al. Het is gewoon een doordeweekse dag. Maar goed, ik hoef geen wijn. Wil je wat anders? Nee, ik ga nog even dat jurkje halen. Want die boutique die sluit om 3 uur, dus ik wil er nog even heen. Oké. Okay. Ja? Ja. Nou, drink niet te veel, schatje. Nee. Nee? Ik drink een fles, hè. Ja. Hé, hey, ik zie je zo weer. Ja, tot zo. Doei. Ik wilde Marlies vertellen wat er gebeurd was, maar ik kreeg de kans niet, ze moest weer weg. Ze is ook gewoon heel druk de laatste tijd, ze zorgt veel voor de buurman. Dus...
Toch wil Olivier alles opbiechten. Zijn vrouw kennende is zijn nieuwe hobby dan voor goed verleden tijd. Dus is het zaak om nog één keer een goede vangst te doen. Om het af te leren. Het is een goede dag geweest. 3 stuks. Echt stop. Echt super. De jachtopbrengst verkoopt Olivier aan een restaurant in de buurt. En dat levert een aardig zakcentje op. Hey, goeie. Hoe is het? Ja, lekker met jou. Mooi, ja, lekker. Ik heb weer wat voor je. Is het gelukt? Ja, kijk eens. Het zijn er 3. Dus 1 en 2 en 3. Daar. Super. Zijn ze vers? Ja, ik heb ze vanmorgen geschoten. Top. Goed? Ja, helemaal super. Top. Alsjeblieft. Mag ik rekenen? Ja, graag. Ja. Normale prijs, toch? Ja, goed. Oké. Ja, het is wel een goed gevoel om erop uit te gaan. Ja, en bijna als een jager, of als een jager, ervoor te zorgen dat ik mijn vrouw kan onderhouden. Olivier weet dat hij niet langer kan wachten met de waarheid. Hij moet het nu gaan vertellen. Wat was jij toch op vanmorgen? Ja, ik ben even het bos in geweest. Even wezen wandelen. Gewoon even mijn overleg maken. Ik wil graag wat met je bespreken. Kan dat even nu? Nu? Ja. Is het ernstig of zo? Ja. Wat dan? Ik heb een paar weken geleden, toen ik de spullen van mijn vader aan het opruimen was beneden in de kelder, heb ik een oud jachtgeweer gevonden. Van mijn opa is die geweest. En dat geweer, dat heb ik schoongemaakt, dat heb ik meegenomen. Ik heb in het bos hem uitgeprobeerd en ermee geschoten. Nee, dit is, het punt is dat ik ermee ben gaan jagen. Ik ben ermee gaan jagen. Ik kreeg een kick van het schieten. Het voelt gewoon heel goed om dat te doen. En ik jaag, ik schiet nu hazen, fazanten. Doe normaal. Ja. Ja, ik heb een deal gesloten met een restaurant, met een kok. En ik verkoop die hazen bij hem. Dat meen je niet? Ja, dat meen ik wel. Dat is waar wij de afgelopen weken van eten. Shit, Olivier, dat kan toch niet? Ja, het is wel gebeurd. Weet je, het idee alleen al dat hij daar staat met zo'n haasje een beetje achter bij een restaurant aan de deur te verkopen. Nou, echt. Echt zo gênant. Wij doen dat gewoon niet, zulke dingen. Onze families doen het niet. En als ook iemand uit het dorp dit weet, nou, ja, ik vind het gewoon heel erg. Wie weten dat allemaal? Jij, die kok en ik. Maar goed, het is niet alles, want tijdens het jagen heb ik iemand aangeschoten. Jezus, meen je niet. En dat was René. Ah, oh, nee. Is René. Ja. Ja, per ongeluk. Ik schoot, hij rende in de baan van het schot. En toen? Ja, ik ben in paniek geraakt. Ik ben weggerend. Je hebt hem gewoon laten liggen daar? Hij had wel dood kunnen zijn, gek. Ongelooflijk een lul, zeg. Ik schrok me dood. Kom maar, wat moet ik... Nee. Jezus. Zo'n gehad. Zo idioot. Dan zit hij dan te vragen van, en hoe gaat het met de buurman? Heeft de buurman al wat minder pijn? Gaat het alweer wat beter? Nee, het gaat helemaal niet goed met de buurman. Echt een... Oh. Marlies is na de biecht van Olivier boos naar buiten gelopen. Lieverd, het spijt me. Ik heb dat echt niet expres gedaan. Het ging per ongeluk, dat begrijp je toch wel? Ja. Wie gaat er nou... om 5:30 ochtends hardlopen in het bos. Hey, maar Olivier, wie gaat er om 5:30 hardlopen? Wie gaat er om 5:30 met zijn jachtgeweer bezig? Ja. Dat is nog eens achterlijk. Nee, dat is waar. Dit is de allereerste keer dat er feitelijk gelogen wordt in ons huwelijk. Dus ik begrijp dat dat heftig is. Dat snap ik. Ik wil ook gewoon naar René toe om het hem te vertellen. Nou, dat lijkt me niet handig. Waarom niet?
Nou, lieverd, omdat je behoorlijk illegaal bezig bent geweest. En wat denk je dat René doet dan? Ja. Ja, als hij naar de politie stapt, dan heb ik een groter probleem. Dus laten we dat nou maar niet doen. Maar hoe berouwvol Olivier ook is, Marlies vertrouwt het gedrag van haar man helemaal niet. Hij zegt inderdaad dat het een ongeluk is. Maar ik heb eigenlijk het idee dat het een waarschuwing was naar René. Want sinds een aantal maanden heb ik een verhouding met René. En ik denk dat hij daarachter gekomen is. Dus dat dit geen ongeluk was. Dat denk ik. Het spijt me echt. Ja, dit is beter. Het is beter om dit niet te doen. Beter voor jou, beter voor ons, beter voor Wouter ook. Ja. Ik zou het ook niet overleven in de gevangenis. Nee. Hé, maar wel één ding. Ik wil wel dat het wapen de deur uitgaat. Waar ligt het nu? Dat wilt u niet doen. Het is goed verstopt. Er komt niemand bij. En waar ligt het dan? Maar niet. Dat komt goed. Nee. Ik ben echt heel blij dat je het zo opvat. Dat je begripvol bent, dat je met oplossingen komt. Dank je wel. Het is even wat ik aan haar vertel. Dus ik begrijp dat impact heeft. Dat snap ik heel goed. Dus ik snap dat het niet iets is wat ze zomaar kan verwerken. Daar heb je even tijd voor nodig. Dat begrijp ik. Maar ik ben wel blij dat ze uiteindelijk meedenkt en begripvol op de situatie reageert. Een paar dagen later bezoekt Olivier zijn broer, die een huisje aan het strand heeft. Broeder. Hey. Thuis is de sfeer gespannen. Er wordt niet meer met mij gepraat. Ik kan daar heel slecht mee omgaan. Nou, hoe gaat het? Ja, niet zo goed. Ik heb het aan Marlies verteld. Ja? Ja, die... Ja, dat was natuurlijk gewoon een hele nare reactie. Ja, dat begrijp ik. En hoe reageerde hij? Buurman. Heb ik niet verteld. Ja, Marlies zei dat het beter was om het tussen ons te houden. Koffie? Ja. Ik wil ook graag dat jij het tussen ons houdt en dat je het niet aan de buurman vertelt. Sorry? Dat we het tussen ons houden. Dat we het niet aan de buurman vertellen. Dank je. Ik vind dat niet zo'n goed plan eigenlijk. Hoezo? Nou, die buurman van jou, die komt misschien niet meer naar buiten. Komt niet meer naar buiten, wat bedoel je nou? Er is op hem geschoten, hè? Ja. Ik kan me zo voorstellen dat als iemand op mij schiet, dat ik niet elke dag zo lekker wakker word. Nee, maar nou goed, het is eenmalig. Ga hem niet nog een keer neerschieten. Ja, maar dat weet hij niet. Nee, dat is waar. Zo'n ruimte en hij wordt neergeknald. Dan is het bijna bewust, zou je kunnen denken. Ja, maar het is niet bewust. Ja, maar dat weet hij niet. Dat kan je hem niet aandoen. Mijn broer die heeft alles wel voor elkaar, goed geregeld. Maar als het op rechtvaardigheid aankomt, dan... Ja, dan weet hij eigenlijk niet waar hij het zoeken moet. En ja, dan schrijft hij dat eigenlijk het liefst van zich af. Marlies vindt het een beter idee dat we het niet vertellen. En ik snap dat wel. Toch? En dat meen jij? Echt? Nee, ik wilde het wel vertellen, ja. Maar ik ik kan me wel vinden in de argumenten van Marlies. Jij vindt dat ik het moet zeggen? Nou, twijfel je daar nog aan wat ik vind? Nee, je bent wel duidelijk. Diederik is standvastig. Diederik zijn mening laat hij niet zomaar los. En in dit geval... Hij heeft wel goede argumenten. Ik bedoel, wat hij zegt is waar. Die man zit doodsbang thuis. En ik geloof ook niet dat ik in zo'n situatie zou willen leven. Dus ja, ondanks dat Marlies vindt dat ik het niet moet vertellen... denk ik dat Diederik gelijk heeft dat ik het wel moet doen. Nou, oké. Dan ga ik het vertellen aan René. Aan de buurman. Ja, dat lijkt me wel. Mijn broer is mijn broer. Mijn broer heeft... vaak gelijk. En ik geloof dat ik meega met mijn broer en dat ik Marlies dan maar gewoon even negeer.
Right, ik spreek je ik laat je wel weten hoe het gegaan is. Goed. Overtuigd door het pleidooi van zijn broer, raapt Olivier alle moed bijeen om de buurman te woord te staan. Ik wil vanmiddag naar René toe. Om het goed te maken. En dit kan niet met, hallo, sorry, er is niets. Ik wil een gebaar doen. Dus ik kies een goede wijn uit. En ik ga het hem vertellen. En ik hoop dat hij dat als een soort verzoeningsgebaar ziet en accepteert. Ik denk dat ik iets moet kiezen. Hij is toch meer van de nieuwe wereld, denk ik. Even kijken, dit is een mooie Merlot uit 2005. Hey, René. Wat kom je doen? Je loopt weer, wat goed. Ik zou heel graag... Ga weg. Maar ik wil even... Ik hoef niks van je. Ik kan toch even binnenkomen, even met je praten? Rot op. Wegwezen. Ik kan toch even naar... Nee. Wat is dat nou voor? Het kan niet dat hij het weet, echt niet. Alleen Diederik weet het, Marlies weet het. Maar hij kan het niet weten, want niemand weet het. Olivier is erg onder de indruk van de reactie van buurman René. Hij besluit Marlies te vertellen wat er die middag is gebeurd. Nee. Ik ben vanmiddag even naar René geweest. René geweest? Ja. Nou. Ik weet hoe we daarover gehad hebben. Maar het leek me toch beter om het te vertellen. Ach, dat meen je niet. Ja. Jemig, wat hebben we nou afgesproken? Dat ik het niet zou doen, maar Dus? Nee, het heeft geen zin om allemaal geheimen te gaan houden, dus ik ben gewoon... Wat heeft het voor zin om met jou afspraken te maken? Nee, normaal gaat dat heel goed, alleen dit kan ik gewoon... Ik kan het toch niet binnenhouden? Jemig. Nou, maak je maar geen zorgen, want hij heeft me niet binnengelaten. Ik ben naar de deur gegaan, ik heb aangebeld. En hij deed de deur niet eens voor me open. Ja, op een kiertje. En vervolgens kon ik weer terug, dus... Ik heb het hem uiteindelijk dus niet verteld. En doe dat dus ook niet. Laat dat gewoon hier houden, dat hebben we afgesproken. Blijf er dan ook bij. Ik begrijp niet waarom hij zo raar reageert. Ik kom aan met een doosje wijn, ik bel aan, vraag of ik even met hem mag praten. En hij smijt de deur dicht. Agressief, ik begrijp die reactie niet. Je moet hem gewoon met rust laten. Ik heb het al gezegd, je moet hem gewoon met rust laten. Zo moeilijk is het toch niet? Ik vind het heel raar dat Marlies niet reageert op wat ik haar vertel over René. Dat begrijp ik niet. Ik begrijp niet waarom ze daar niet op reageert. Zo. Opsa. Nou, op het laten rusten. En op de liefde. Maar Marlies vertrouwt het gedrag van Olivier niet. Ze vermoedt dat haar man weet van de affaire van haar en de buurman. Ze is bang dat hij iets geks gaat doen. En ze heeft daarom actie ondernomen. Ik heb René ingelicht. Want ja, weet je, het is zo'n gekke situatie nu. En Olivier doet zo raar, reageert zo raar. Dat ik denk, ik ga hem nu eerst inlichten en waarschuwen. Dus ik snap wel dat hij de deur niet open doet voor Olivier. Zal dat gek zijn? Dat snap ik wel. Een week later heeft Olivier goed nieuws gekregen. Nee, dit is even een ander gezicht. Ik ben je niet van me gewend zo in pak. Maar dit is wel waar ik gelukkig van word. Ik ben weer aan het werk. Ik heb nu een nieuwe baan. Ik mag nu voor zeker 6 maanden een positie als adviseur overnemen. Er is een man uitgevallen, een andere adviseur met een burn-out. Lullig voor hem, maar ja, goed, that's life. Hè? Eens een dood is een ander zijn brood. En ik kan nu weer doen waar ik goed in ben. Papa heeft een nieuwe auto gekregen. Een hele mooie nieuwe auto. Kijk eens. Vind je die mooi? Mooi, hè? Zo. Opsa. Kom even kijken. Kom even kijken. Kom maar. Hij is hartstikke aardig, maar hij is nu overaardig. Het klopt gewoon niet. En Olivier, zoals hij nu is... Weet je, er is natuurlijk altijd een en ander gebeurd. En
nou ja, ik ben gewoon echt bang voor dat hij nog weer verder gaat in zijn acties. Dus ik heb nu maar het contact met René verbroken. Voor nu in elk geval. En ja, het voelt niet goed. Er gaat wat gebeuren. Kijk, en nu gaan we gewoon een stukje rijden. Nee, kijk, hey, kom. Zo. Doe dat nou even niet. Doe nou even niet. Wat? Ja, kom maar. Kom maar, kom er maar uit. Dat is op je hoofd. Oh. Zo. Oké. Werk zo. En... Dag, papa. Hey, tot vanavond, hè? Ja, tot vanavond. Wouter, tot vanavond. Veel plezier. Even zwaaien. De volgende avond zijn Marlies en Olivier uitgenodigd bij Diederik op het strand om te vieren dat Olivier weer een baan heeft. Meneer de levensgenieter. Hey! Kerel. Kijk eens, hoe is het, jongen? Goed, goed. Met jou? Ja, lekker. Mooi. Hey, hoe is het? Wat heb je allemaal voor lekkers meegenomen? Ja, pak maar even. Oh. Laat me eens even kijken. Kijk eens. Ja. Zo, jongens. Nou. Zo. Cheers, nou. Jongens. Cheers. Heel smakelijk. Het mooie leven, hè? Ja. Op je nieuwe baan. Op mijn nieuwe baan. Als loonslaaf van de maatschappij. Ja. Veel goeie. Ja. Proost, hè? Ja. Proost. Hoe is het eigenlijk met de buurman? Hoezo? Met René. Ja, hoe reageerde hij? Wat bedoel je, hoe reageerde die? Nou ja, dat Olivier hem in zijn bil afgeschoten. Was hij, ja, ben benieuwd. We hebben dat nog niet verteld. We hebben niet verteld aan de buurman dat ik ben geweest. Bloem. En dat zou je toch doen? Maar Lisa heeft een heel goed punt om dat soort dingen gewoon niet te vertellen. Dat moet tussen ons... Ja, wat gebeurt er als ik het wel vertel? Ik vind het nogal zwak van je. Jongen, echt waar. Oh. Je bent zeker bang voor je baan. Ja, ik, als dit uitkomt, ik ga naar de politie, krijg ik een strafblad. Als ik een strafblad heb, kan ik mijn baan gelijk vergeten. Man, laat het eens even zakken gewoon. Jij hebt heel makkelijk praten, Diederik. Jij weet niet waar het over gaat. Jij leeft hier op niks. Jij hebt geen baan. Jij leeft op illusie. Illusie? Jij leeft in een illusie, Diederik. Prima voor elkaar. We komen eten bij je brengen. Je komt bij ons eten. Ik weet niet waar je mee bezig bent, maar... Ik heb er niet om gevraagd, hoor. Ik doe gewoon mijn eigen ding en ik red het zelf wel. Jij leeft geen illusie. Beetje rustig. Ja, dat is gewoon een zwakkeling. Oh, een zwakkeling. Weet je wie hier zwak is? Degene die op andermans portefeuille leeft. En dat ben jij. Ik heb daar niet om gevraagd. Ik zorg tenminste voor mijn gezin. Je hebt jezelf hier uitgenodigd, hoor. Hey. Hou niet ermee bemoeien. Er is nooit een probleem als ik bij jullie aankom. Ik kwam altijd aanschuiven en ik heb nooit gehoord dat het niet mogelijk was. Omdat wij je namelijk toelaten in het huis. Ja. Omdat wij vinden... Hou je er alsjeblieft even buiten nu. Wat vind je er eigenlijk zelf van? Wat vind ik waarvan? Wat vind jij ervan? Alsjeblieft, ga alsjeblieft weg of zo. Nou, laat dit even normaal. Dit is tussen hem en mij, ja? Jongens, tussen hem, tussen mijn broer en mij. Ik ben het wel een beetje klaar. Nee? Ja, je broer kan het zelf en ga weg nu. Gewoon, weg. Jezus. Je hebt heel makkelijk praten, vriend. Heel makkelijk praten. Het is helemaal niet makkelijk. Weet je wat makkelijk is? Wat? Je mond dicht houden en doen alsof er niks aan de hand is. Je mond dicht houden? Nee, lekker. Ja, tuurlijk. Mijn mond dicht houden alsof er niks aan de hand is. Denk je dat het even gemakkelijk is? Hè? Denk je dat het even gemakkelijk is om hiermee te leven? Om elke avond naar bed te gaan met dit in mijn hoofd? Nee. Gooi het van je af. Nee, ik gooi het niet van me af. En dat heeft namelijk geen enkele zin om het van me af te gooien. Want op het moment dat ik dat doe, dan word ik aangegeven bij de politie. Op het moment dat ik aangegeven ben bij de politie, ben ik mijn baan kwijt. Ga ik de gevangenis in. En dan? Dat is precies wat ik bedoel. Dat is wat ik de hele tijd gevoeld heb al. Van in zijn gedrag gewoon heel aardig en heel lief. Overvriendelijk. En ik voelde wat er aan de hand was. Ik voelde dat er een spanning was, dat er boosheid was. En hoeft maar dit te gebeuren en ja hoor, huppakee, hij knalt. Nou ja, dat heb je nu net gezien. En zoals hij nu tegen zijn broer doet en tegen mij doet. Nou, dat is niet, dat is Olivier niet. Hey, je moet eens even rust. Ga je nou ook nog aan met... Ga je naar huis zitten? Blijf, Olivier. Blijf van me af. Luister eens een keer naar mij. Nou ja. Luister naar mij. Een keer naar jou luisteren. Nee, dat heeft lekker veel zin. Naar jou luisteren. Hoe voelt het nou, hè? Ontspannen of... Nee, dit voelt kut. Ja. Het voelt heel gooi erg het van kut. Je af. Nee, ik gooi het niet van me af. Je moet niet te veel naar haar luisteren. Je moet naar jezelf luisteren. Ja. Vanmiddag... Ze hebben naar huis gereden
En Olivier die was nog steeds pissig en die heeft een fles whisky gepakt. En ik geloof dat hij ergens middernacht dat hij op was en is hij in bed gerold. En ik kan echt niet slapen zo. Ik heb het gevoel dat het... dat hij erop zit te wachten om het mee te confronteren. Maar ik trek het niet meer. Morgen ga ik het hem gewoon zeggen. Ik word zo bang en ik wil Wouter gewoon zo niet in huis hebben. Dat kan niet zo. De volgende ochtend wacht Marlies haar man op. Hey. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Wil je wat hebben? Nee, ik voel me niet zo goed. Nee, nou, dat verbaast me niet zo na gisteravond. Ja. Wanneer, hoe laat moeten we Wouter halen? Voordat we Wouter gaan halen, wil ik eerst nog wat met je bespreken. Oh. Want, ik merk gewoon dat ik hier bang ben in mijn eigen huis. Dat ik bang voor je ben. Bang? Ja, jij maakt me bang. Gaat het over gisteravond? Want dat spijt me. Dat was niet oké, dat weet ik ook. Nee, Olivier, het gaat niet over gisteravond, dat weet je ook. En jij hoeft echt niet nog meer sorry te zeggen. Het spijt mij gewoon echt heel erg. En ik heb zoiets van, ik voel het de hele tijd... voel ik dat het er is en dat je het weet. En ik heb zoiets van, ik wil niet gewoon open kaart. Ik wil gewoon dat we het over hebben. En het spijt me, het is voorbij. Ik heb tegen René gezegd dat het echt over is nu. En weet je, ik wil er echt alles aan doen. Om het weer gewoon helemaal goed te krijgen tussen ons. René? Wat is er met René? Nou, doe nou maar gewoon helemaal even gewoon. Want ik wil niet meer dit gedrag van je. Ik wil het niet meer. Ik wil gewoon dat we nu open zijn. Je weet het, ik weet het. Wat weet ik? Nou ja, dat ik met René een affaire heb gehad. Ik heb het nu... het is nu echt voorbij. Nou, wat kijk je nou? Weet niet waar ik het over heb? Ach, kom op, Olivier. Lieverd, kom op nou. Olivier, wat ga je doen? Hij wist het volgens mij echt niet. Nou, nu is het echt mis. Ik heb het echt zo verkloot. Hij wist het echt niet. Klootzak. René, kom maar hier! René! Oh, dit gaat niet goed, jongens. Kom naar buiten! Kom hier! Wat aan het tikken met je poten aan mij! Olivier! Erbij, kom naar buiten! Kom naar buiten! Olivier! Kom naar buiten! Doe kom, binnen! Doe normaal, Olivier! Kom nu naar buiten! Je maakt het alleen maar erger zo! Weg! Kom! Wat normaal! Jij moet normaal doen! Jij moet... Weg! Weg! En nu naar buiten! Klootzak! Kom maar met filmen. Kom even met filmen. Weg! 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 Kom dan! Hé! Doe normaal! Nu! Naar buiten! Olivier, alsjeblieft! Wij gaan binnen. Nee, jij gaat nu naar binnen! Nu! Kom dan! Hé! Volgende keer schiet ik wel raak! Tussen je ogen! Nou, kom dan! Vader. Oh, nee, hoor! Wat? Wat? Jouw schuld. Allemaal jouw schuld.
Een paar maanden later zijn we terug. Hoe is het Marlies en Olivier vergaan na de nare periode? Olivier woont hier niet meer. Dus die ene middag is het behoorlijk uit de hand gelopen. En ik denk ook als ik niet op tijd René had gewaarschuwd en de politie... dan was er iets heel anders gebeurd en dan had ik hier niet zo gestaan. Dus we zijn een tijdje geleden zijn bij elkaar gegaan, zijn we gescheiden. En ja, achteraf gezien was het gewoon eigenlijk al jaren niet helemaal goed. Dus, en ik ben ook gestopt met René. Het is nu even helemaal basta. Geen mannen meer voor mij, voor op dit moment. Behalve natuurlijk Wouter. Olivier is ook aan een nieuw leven begonnen. Lekker, man. Geniet ervan. Ik heb 4 maanden gezeten, ja. Nadat ik verhaal ben gaan halen bij René, kwam de politie erbij. Ik ben opgepakt, ik ben aangeklaagd voor verboden wapenbezit. Jagen zonder vergunning en het verwonden van een burger. Maar in die 4 maanden heb ik wel de tijd gehad om na te denken. En ik ben uiteindelijk weg bij Marlies. Ik woon hier bij Diederik. Valt goed. Hey, Buf. Hey, Buf. Hallo. Kom jullie even een wijntje drinken? Even lekker gezellig. Hè? Vanavond misschien. Vanavond met eten? Yes. Ja. Kook ik. Goed plan. Goed? Oké. Nice. Super. Tot straks dan. Goed geregeld. Mijn baan, die ben ik kwijt. Ik ben ondertussen een bureautje begonnen samen met Diederik. Een adviesbureau. Ik doe de zakelijke kant. En hij de zijige kant, zullen we maar zeggen. Een adviesbureau op het gebied van verantwoord ondernemen. Is dat diegene waar je over vertelde? Die wel eens logeert, zeg maar. Oh, die. Ja? Alle twee of alleen die met dat shirtje? Nou, dat... Dat ga je niet vertellen. Dat ga ik niet vertellen. Nee, dat moet je wel vertellen, want dan weet ik wat ik kan verwachten. Ik kan je wel wat uitleg geven. Ik ga echt zo lekker koken vanavond. Wij gaan zo'n mooi feest hebben vanavond. Ja. Ja, ik ben er ondertussen wel achter dat gevoelens uiten... dat het niet helemaal mijn sterkste kant is. Maar nou goed, daar ben ik mee aan het werk. Ik wil uiteindelijk natuurlijk wel een goede ouder blijven voor Wouter.